Deze jongens waren een uur, twee uur geleden nog lang. Dit is een film oer Baas Boppa Baas, Nij Friesk tv-drama. De man achter de serie is Steven de Jong. De jermooi Pieter Zwart docht hij de regie en productie van de serie. Die maken we het voor 900.000 groenen, betalen terug Omroep Friesland in de provincie. We krijgen iets van 50, 60 mensen. Die binnen verdeeld in twee groepen. Pieter Zwart doet de ene groep. En ik door de oren. En ik concentreer me wat op het jongere gedeelte. Dus op het liedje Famke, wat muziekje van zo'n 8 hier. En op de waterrockers zeg maar even van Santje 18 hier. Daar zal ik me op concentreren. En Pieter die giet wat in de breder segment. Meer dan 1800 mensen melden haar voor een rol in de serie als daar een oproep te dienen wordt. Er wordt een selectie maken op basis van een mooi gestuurde foto, ondervinding en beschikbaar tijdens de draaiperiode. Van die 1800 worden zo'n 150 mensen oproepen om mooi te doen aan een screentest. Mooi jou in net te praten. Of je draait terug, of je beslaat het manneke. Ik ben jongens aan de vlucht. Ik kom uit de dagste Kopenhagen. Ik ben de busje. Opkamer. Maar een vrouw wil toch zijn man? Net op tijdheid. En dat bedenkt net. En je meest baat het die om. Dat viel van binnen uit. Ik kan per hele grote hobby's, dus visje, fietsen en uiteraard ingetekend als toneelspelen. En daarvoor zit ik direct, want ja, als je op toneel staat, dan word ik een stapje verder uiteraard. Dus dan word ik wel eens proberen in een film. De helft van 9,5 jaar, dat is zo rond 4.180.000 roemen. Ja, dankjewel. Ik ga een tekst dus opgestuurd krijgen. Nou, zus gewoon eens even wat doen ze maar die tekst. Wordt hij heel letterlijk opleppelen of komt hij er heel natuurlijk uit? Dat is eigenlijk gewoon, is het vooral opleest. Is het een beetje natuurlijk wat toch of wordt er heel bot spelen? Nou, als dat zoen heeft, dan beziek ik wat onwijzings te Jan. Zeg van, doch nou eens een beetje zus, een beetje leuker, een beetje lever of wat dan ik. En dan zus gewoon, wat ze daarmee doen? Doen ze daar überhaupt op mij? Of zitten ze gewoon zo vast in de manier waarop ze het uit de holle leert haar? Ja, dat kist er heel gauw uit, heel je. En waarom was nou deze test wel? Voor Baas Boppa Baas? Ik vind het wel leuk om in een film te spelen. Daar staat jij er echt in? Nee. Hé, maar nou is je een meid. Wat is de vanke? Een machine die ze hier naar het pieken gepoept. Pieken? Oh, zit daar die oudkloek. Ja, wat moet er met die oude troep? Ze schieten die hele boel er hier onder. Weet je een heidje of van? Michael van Heid. Deze vind ik leuk. Deze is voor mij. Nou? Nooit meer, want er spiel je natuurlijk, hè? Zo, hier is een leuke hooi, was die vroeger. Je moest net de pot gooien, want ik ben helemaal twaalf, maar. Dit ben ik al een hooi, broek maar even. Zo goed. Dus acteer is lef hebben. En zeker voor een camera en voor het publiek. En als je dat lef hebben. Het durf hebben en dat lef hebben met het wan, dan ben je verrekt en een goede wij. En lef had net elke ding. Dit kan toch niet? Je ziet wat er van komt. Nee, je hebt eigenlijk wel gelijk. Cynthia trekt zich alles aan en ze hoort het verhaal, ze neemt het mee. Ze kan het niet loslaten, dus het is niet goed. Kijk, dit is dus, dit wordt dus de uitbreiding van het jachthaven, ja? Natuurlijk komt er ook, is er ruimte bestemd voor woning en winkelcentra, bungalows en zo. Maar bij de scène straks is het net handiger dat ik binnenkom, want mijn man nou, is aan het werk. Nee, we houden qua camera gewoon even vrij simpel. Het ging er net zo om het echte. Het echte, de medium scène en zo, dat begroot je dus je wordt net om. Oh. Oké. Okay. In non. Regio. Lotterij? Waar werd er nog meer in deze regio? Hij moet wel. Benny, van je neist! Hij moet wel een lot kocht gaan. Oors had hij het alleen nog. Hij had een lot kocht. Dat mispunt. Benny, van je neist! Hij moet wel een lot kocht gaan.
Ons hebben wij het al in. Hij had de lot gekocht. Dat mispunt. Nou, dat we dus... Dat we dus... Ik ben kwijt, sorry. Voor de echte opnames wordt een studio van Omroep Friesland ombouwd naar wenkamer en keuken. Hier zal de hele serie van het Gustenpad opgenomen worden. Ben, heb je iets van een parasol? Een? Ja, dat is goed. Zullen we hem zo leggen dan? Dus dat we de tafel iets naar die kant en dan hebben we ook die radio straks die tafel moet er even uit anders, toch? Ja, die missen we niet, die radio. Leuk bolletje. Ja, je moet door de tafel heen anders. We rijden door de tafel. Alsof het pakket. Oh ja, plezier, plezier. Ik proef van mening dat die vlechtlingen... Wat gebeurt hier nou? Nou, we hebben net een doorloopje gedaan van de scène. Dat houdt in dat je gewoon even met de acteurs kijkt van wat gaan ze doen, hoe zit het spel in elkaar. De hele ploeg komt op dat moment binnenlopen, kijkt even mee, dat er gewoon geen verrassingen zijn. En we hebben net even met Hilly gedaan, die heeft in deze scène gewoon een heel simpel telefoongesprek eigenlijk. Maar je hebt ook scènes waarin natuurlijk 5 of 6 acteurs zitten en dan moet je gewoon even precies kijken wie staat waar, wie komt waarheen te lopen, wie doet welke handeling. Nog geen deel. Spend. En actie. Nee, dat is al praat. Ik zie hier een hele week het eten van de. Sorry, jongen, kunnen we close beginnen, Ismael? Ja, graag. En actie. Nee, dat is al praat. Ik zie hier een hele week het eten van de asielziekers. Nee. Grient en kroden van Jood had ik wel in een hoes met een ries. Ah, van een beetje. Mooi. Net al te let, hè? Nee. Nee, dat red ik wel. Ja, graag hier. Antje, doe. Nog één keer om het af te leren, jongens. Nee, dat is al praat. Ik zie hier een hele week het eten van de asielziekers. Nee, de grient en de kroden van Jood had ik wel in hoes. Maar die ries... Ah ja, kom van de midje. Net te let hoor. Nee, goed. Nee, dat red ik wel. Nee, graag in. Ja, ontzien. Goeie. Beer is een echt een mopperkont, hè? Die is kopt in alles onwetter, maar weet je nog eens kopje kind. En dan is het een soort van kist hem eigenlijk een beetje vergelijken met Aartje Bunker uit Horende Family. Maar het is een prachtig plan. Ja. Ja, ja. Ook ze is nooit, maar nooit zit er al op het liefst kreun. Die is met een rol met je eigen meisje. Rensen die wordt hier net geïnterviewd, maar ik heb het al gezegd. Zou je dat doen? Mijn zeggen denk ik wel van vieren. Jouwkje is eigenlijk de figuur die de hele boel wat bij mekaar hoort. Wat het in mijn familie wil. En daar is ik altijd conflict. En dat maak ik wel door, dan indruk ik niet door mezelf, maar het conflict weer. Maar die beziek het om elke keer de touwtjes even bij mekaar te houden. En zo. En nou en dan ik als ben dus te vier gaat. Jouwkje gaat een herskop dat ze gaat dan, nou ja, oké. Okay. Maar als het te vier keer dan moet erom denken, want dan is het niet zo lekker. En dat weet er ik. En ik moet even bij die woord. Sjoerd is een beetje de man van het compromis, de Wim Kok van het gezin. Sjoerd. Poldermodel, vlees voor de poldermodel. En daar komt het aan, ik kwart zijn een beetje op deel. De Sjoerd die leed het een beetje over hem heen en heen en zo. Nou, dan rint de hamer bij mijn oren en dan komt hij ook goed uit de hoeken. Maar hij is wel. Hij is een beetje een aardje naar zijn man. En ze ben wat, nou ja, wat de krek zou je compromismeisje. Sjoerd, wist je al wat toen jouw stemmen zist? Ja.
Tjin. Oh. Git dat wijn aan het wetter van u nou net terug? Nee. Dat moet me. Ik begon een super zin om te krijgen. Meeske, haal dan oor op. Ga ik wat verkeerd zijn? Er is eerst nog heel Talita, het spiet hij. Oh, ja, ja, dat, ja, dat is ik zo. Dat spiet. Ja, dat... Kijk, irritaties van iedereen die mutter zeg maar, trein streep me heger. Ja. En het broeit. Het staat op punt van exploderen. En dat is helder, Thijs. Dat deze even uit de hel. Ja, oké. Okay. Ja, en de voortbouw. Sorry. Zo, gaat het af. Nou, brrrr. Iedereen heeft er zoiets voor. Iedereen zit me klaar echt. Bijna in de heer. Nog een keer repetitie alsjeblieft, kan. Ik speel de rol van Talita, van de, nou ja, de westerse vrouw van Sjoerd, de dierenarts. En ja, die voelt zich op zich niet heel erg gelukkig hier. Dus dat is in principe ook het grootste conflict, dat ze eigenlijk weg wil. En ja, Sjoerd voelt zich prima en die heeft natuurlijk een mooie praktijk, dus die wil helemaal niet weg. Maar ja, ik zie dat wel zitten, dus ja, en dan ook met zo'n vervelende schoonvader, met zo'n hele nare. Die woont in huis. Ja, inclusief schoonmoeder, dus dat is, ja, Talita is daar niet kapot van, nee. Ik speel hier Cynthia Baas. Ik ben de pakenzusser van Reinse Westra. Dat vind ik wel heel leuk. Wat vind je dat leuk? Ja, gewoon koud. Ja. Hoe wist je er nog bij komen? Nou, ik zei het in de krant en toen zei ik ze me mee van, maak ik me daar wel voor op, Jan? En toen mocht het wel. Toen mocht ik naar de screentest. En toen dachten we dat het niks werd. Alleen het werd dus toch wel wat. Sjoerd, wist je al wat door jouw stem is? Ja. Tjin. Mag je dat wijn van nu zo'n het wetten dan nog net terug? Dat moet me. Ik begon een super zin om te krijgen. Ach, meisje, hou er nou maar op. Nou, het spiet Talita, ik hou dat dan. Ga ik wat verkeerd zijn? Het belangrijkste denk ik wel van Afke is dat ze veel relatieverwikkelingen komen er in het verhaal voor. Ze is biseksueel, maar het belangrijkste voor haar is haar coming out aflevering. Het gaat echt over haar, ja, dat ze lesbisch is en dat ze dat thuis vertelt voor het eerst, waar ze heel erg tegenop ziet. En dat is een geheim waar ze al een paar jaar mee heeft gelopen. En dat, ja... Dat komt wel uit. Beloof mij maar, ik ben het lesbaar. Nou, ik ben Benny en ik ben een maat van Band King Bossees. Ik ben een awesome, ik ben een boyjongen. En nou ja, wij kennen later hoe goed maken afscheiden. Ik ben altijd mooi onthouden horen. En nou ja, we hebben altijd wel wat maken hoor. En nou ja, ik zit er helemaal mooi in het café. Ja, ik ben altijd aan het oude horen, ja, ik ben altijd aan het kloten. Het is altijd heel gezellig met je bouwen. Ja, natuurlijk ik maar de oor staan gasten, maar ja, zo wat. Zeg een aardige. Ja. Ik ben een waterakker in de serie. En ja, nou ja, die heeft zijn hondenketting om, zijn bonen om mijn klauwen. Nou ja, dat is net die het nog eenmaal zijn, dat zijn vier bonen en kleur. Er moeten verhalen komen, scenario's. De bedoeling is dat schrijvers uit Friese literaire ronden dit oppakken zullen. Simi Sevenster van Minneske is een van de meisjes die op het fysiek ingeet. Ze schreeuwen al jeter voor je beloft spullen. Uiteindelijk zal ze vier afleveringen maken. Ze wordt ongesteld als eindredacteur. Van de 20 schrijvers die in eerste instantie belangstelling hebben en na een eerste cursus door scenario schrijven komen, bleven er maar een paar over. De oren komen erachter dat scenario schreeuwen niet voor haar is. Het was net rooskleuriger voorgesteld als dat het weer. Er was dadelijk zijn dat
een script soms wel 8 keer oorskreun worden moest. En daar hebben we een hele productie nog doen vanzelf. En wij hebben al hier aangewezen dat we denken, nou, 8 keer, kom. Eén, 2 keer, dan heb je het wel honger, dan is het wel goed. Maar in de praktijk bleek wel dat het wel vaker als 3 of 4 keer oor of in elk geval een bijwerker worden moest. Waarom had dat dan oor? Goed is goed, toch? Ja, maar het is net goed. Alleen dat die schrijver denkt dat het goed is. Die is tevreden met zijn product. Maar Steven net. Dus dan maar door. Steven is de grote baas. Ja, absoluut. Maar waarom is een script net goed? Of wat maakt het dan, wat maakt het een script goed en minder goed? Ja, dat is een dramaturgische vraag, hè? En Steven is gewoon van nature een geweldige dramaturg. Die leest het en die begint voor te krassen van, nou, dat moet je net, dat moet achterin verzelf, want dat is de oplossing. En dat is dan niks aan. En denk, oh ja, daar heb ik gelijk om. En soms zit er een lijn in die doorstallig is en die het verhaal alleen nog maar grutter en breder en langer maakt, terwijl de essentie dan wat voortgaat. Als het een kwarte aflevering maakt, maakt het gewoon kwart en duidelijk. Dan was net alle zitpaden volg je. Oké, dames en heren, stilte graag voor opname. De schreeuwers die het oindelijk oorbleuren binnen en meeskreun hebben aan de serie binnen Simi Zevenster, Anne Verdema, Joop Woomsma, Roelie Boer, Meindert Bielsma, Siebe Joostema, Carolien Bloemzaad en Karen van der Meer. Je zult wel raak wat spuien. Ja. Maar ja. Ik ben hier. Oké. Nou, dat gaat toch hartstikke goed? Het gaat toch hartstikke goed? Ja, dat is een hele lange, mooie, dramatische scène, dames en heren. Maar, zakdoeken! Ik wil graag de rest maar even voor ons even een beetje actie! Ze wil mij. Ze wil mij naar Jim, dan uit Dwarp, Sjen, werd mijn jeugd erop, dacht hij. Maar ik stel het altijd maar voor uit. En dan zei ze, ja, ik ben toch niet meer laatst of zo, maar ik koer het net met me. Maar dood bloost. Mijn leeuwe Afke. Ze is toch dat net verkeerd, hè? Heeft 3 keer diepe ademhalen, heel goed. We hebben een hele prachtige basis gekregen. Dus alles even loslaten, even weggooien. Ja. Even weggooien. Ja. En even een andere, zeg maar. Hè? Want deze heb ik al. Oké. Dus even heel proberen heel goed weer opnieuw te luisteren. Ja. Om het weer opnieuw even... Ja, ga je meer een tissue of zo, een moestoekje, al dat en ik maar. Werd er van tissues? En let's go! Nou, we hebben hem, hè, in principe. Oh, ja. Jan, we hebben hem wel, hè? Ja. Dat je het weet, dat ik hem heb. Oké. Okay. Snotten. Wij moeten net snotten, het publiek moet snotten. Ja, ik zag hem wel een plekje geven, hè. Een beetje... Zorg maar net zien een keer, hè, dat aan. Ja, maar dat kan net. Ja. Dat je kan net inhoren en dit soort. Nee, dat kan voor 100 keer zeggen, maar... Ja, maar dan ben je eerlijk. Je moet voor die eigen shot gaan. Ja. Ja. Je moet egoïstischer worden. Ik word serieus, hoor. Ja. Ja, maak een trouw. Ja, een heftige scène, hè, dit. Het is een hele heftige scène. Uh-huh. Maar hij is ook heel mooi. He? Ja, hij is prachtig. Het krijgt wat jipper als het meest in deze, afleveringen. Die een is wat heftiger dan de oren, maar dit is wel een hele, ja. Vind ik het is van mijzelf ook een hele dierbare scène. Het gaat natuurlijk over de coming out, hè, van Afke. Ze is, ze had nogal een protte relatieverwikkelingen, maar het begint inderdaad, ze is lesbisch en ze vertelt het voor het eerst dus. Ja, en daarmee bindt en die vindt het natuurlijk maar niks. Dus dat is... Dan vertel ik het eerst natuurlijk ook echt aan jou. Ja, ja. Maar dan maak je hem dat 4 keer, of ja, 5 keer. Vaker soms, ja. Ja, repeteer ik nog. En ja, repeteer, ja. En je speelt het net, want het komt wel heel erg bij hem uit de tieren. Ja, en dat zei Steven maar gewoon altijd in eigen shot. Dus ik krijg nou dadelijk mijn shot, nemen ze dat dan. Dat leren wel drugs, maar dat is...
dan komt Kloos op mij. Ja. Ja. En, maar als je zo'n teer iets had te geren, ik ken dat dan net om dan gewoon technisch te spelen. Ik net. En dan schut ze ik de min om mij. Ja. En ik denk, oh zo, maar het zijn nog straks heel technisch. Schut de min in haar eigen. Want we houden elkaar om zo in eigen, he, ja, bij deze scène. Om in eigen heen. Emotie dat plakte je aan wat het hamert. Ja. En waarom wil jij dat dan? Hij is bang dat als het er echt op aankomt, dat die emotie er net meer is. Of dat hij net meer echt is. Maar of, ik wie daar bij deze scène net zo bang voor. Ik omdat de tekst is kort. Maar het komt daar heel ben dicht ik bij net bang cel. Voor. Ja. Ik en ben bij van u. Nee, van u beiden. De tekst en dat we het beide doch en dat viel gewoon hartstikke kort. Het is gewoon... Ja, maar ik verdij als persoon. Ja. Dus we luisteren je gewoon net naar Steven. Ik ging gewoon eens aan gang. Het is uw scène. Ja, precies. Ja. En de camera's. Kan ik niet over jouw tijd worden? 15? Ja, 40, 41. Ja. En actie. Wij dachten dat het zo drokje is in Amsterdam, maar dat volleybal en dat hinten een wegreis. Ik heb wel een plotte horen aan de praatgroep van het COC met. Doe pas hoe ik het echt accepteer. Daar is mijn relatie met Lotte ook al stikken gegaan. Want ze wil mij naar Jinta, naar het dorp. En ze heeft mijn jeugd terugbracht hier. En ik stelde het altijd maar weer uit. Want ja, ze viel daar boetesletten. En dat begreep ik ook wel. Maar ze zei, ja, ik ben toch niet meer laatst of zo. Maar ik koe het net. Mem, ik koe het net. Het spiet me. Maar daar bleef mijn eigen leven af. Ze is toch dat nooit vergeten? Nee. Wat doen we nou maar uit? Ja. Die zijn wel raar wat spijt. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, hij zult dochs accepteren, maar te men. Baas Boppenbaas besteedt uit 12 oorleverings. Elke oorlevering had zijn eigen verhaal, maar wel om dezelfde meisken heen, de familie Baas. De verhalen dollen net diep, maar snijden wel dingen aan die in de samenleving spelen, wat discussie onmogelijk is. Elke oorlevering hebben we een themaatje boven hong. Dus we besieken ik nog het ergens oer te hebben. Net in alle afleveringen, want dan ben ik gewoon een paar verhaaltjes bij die gewoon voor de leuk of voor de lucht binnen. Maar de meesten, we proberen altijd wel in elke aflevering het even ergens oer te hebben. En wat zou het dan mooi zijn als mensen op de bank zitten en die zeggen van nou, dat er een discussie ontstiert, hè, wat het hoofd staat toch, dat de voor- en de tegens die ik in de familie spiele, dat die dus ik in de huiskamer aan de wadder kwam. Dat is natuurlijk, dat is een beetje het laagje wat zonder belerend te wijzen te wonen of wist wel, of weet ik veel, de moraal van het verhaal, het klinkt al eens zo zwier, dat is het absoluut net. Maar we hebben het wel ergens hoor, het moet wel ergens ook gaan. Het is net alle lucht en niks en voor de luids is maar, dat is ik ben net de bedoeling. Ik had er al zo'n uitdacht, hè, maar wij maakten die heel beetje drokte in je net haar. Nee, jongen, de hele vrouw wordt op een kop zet. Of we maken die jacht aan je eens. Vet, man. Machtig. Dan krijg ik een speedboard. En dan jooi ik al die vette patsers voorbij. Mij lijkt het wel wat. Kun ik al de zaak opknappen en nu vrouwtje. Ja, volgens mij dood die vent van je meter. Ik ga hem eens rug in regen, jongen. Oh, blijde jongen, hè? Oh, verhest door, jongen. Een machtige vent. Dan brengt Lippen in de brouwerij. Nou, dat doe ik wel. Nou, die Galatianus. Zet je hele grote bodendel, blaast uit een heel groot gat. Hij meent dat het hier raar zo wat zin had. Maar het valt nog wat aan je. De gemeente die hier die maandag jou nog goed stemmen. Ja, dat werd nog een makkelijke zaak. De een helft is voor en de oor het zin. Wat stemt hem zoet eens? Je stem kent de trotslaag, Jan Bent. Telefoon voor Bent Baas. Daar heb ik geen oor, man. Ik praat met Sjoerd. Let dan maar aan mij, hoor. Wordt het een typisch Friese serie?
Ja, voor mijn gevoel wel. Omdat wij Fries denken en wij schreeuwen het in het Fries op. En ze spelen het in het Fries. Dus dit wordt absoluut een Friese serie die straks naar Nederland gaat. En naar het buitenland, bij ondertiteling. Ja, waar weet. Ja, wie is dat serieus? Het zou best kennen, waarom dat? Televisie is maar door al de hele dag. Vol wezen, dus. We hopen natuurlijk, en daar werken we heel goed aan, omdat het iets goeds wordt. Maar als het echt goed wordt en dat het ik op die manier communiceert met hem. Maar het meeste die er naar zorgen, dat is de vraag. Daar kan ik helemaal net antwoord op, Jan. Ik denk, ja, ik ben verantwoordelijk voor mijn gedeelte. En hoor hem eens weer. Ik denk wel dat het in potentie was zou werken in. Dat vertrouwen heb ik wel. Ik neem het telkens een soort gezinsvlak om. Het is, omdat het voor elk wat wil. Het zit voor oude meisjes, voor jongen, voor die band zit er wat in. Wat leeftijd werk ik dan? Dat bij jij zit er wat in. En dat de meeste kinderen heel erg naar zitten zien. Goh, leuk, ja, we zijn misschien wat binnen het baasje hoe het weer mooi maken. En ik denk dat dat is, dan, maar dan heeft het wel aardig zijn doel bereikt, denk ik. Ik ben heel tevreden en blij met wat we maken en hoe het gaat. En dat kan wedijveren met alles wat op televisie het zin komt. En wat mensen te zeggen van nou ja, oké, okay, het liep het op een soap, het had wel soap elementen. Maar daarmee dorst is een serie te kwad, vind ik. Ik vind dat is een serie op een oorniveau maken wordt, produceert wordt, acteert wordt. Waar zit hem dat dan in? Nou, wat brengt ons op een hoger niveau? Nou, in alle disciplines. Dus zoals hoe het eruit zocht, als ze willen de aandacht voor het acteren, de manier hoe we met scènes bezig binnen, hoe we scripts scrollen, dan heeft het allemaal mooi te krijgen. Dan denk ik dat we een treetje heger komen dan de gemiddelde soap. Als we allemaal weten hoe het scène is, dan kunnen we nog even kijken van oké, wat gaan we met licht doen, wat gaan we met camera doen. Omroep Friesland is de eerste regionale omroep in Nederland die een eigen dramaserie produceert. Maar meerdere publieke omroepen wordt onderhandelen over het terugverkeer van de serie. Wat is dit, jongens? Orange Marieke! Zat het nooit dit, kan de omroep ik takkend hier een eigen dramaserie maken. De provincie Friesland wil voor Fries TV-drama jaarlijks 400.000 goenen uitloeken. De verwachting is dat het Riek dat bedrag verdoelt.